Goeiedag, ik ben Thomas Polvliet. Tegen 2030 komen er 6,5 miljoen laadpalen bij bedrijven en op openbare sites in Europa. Ons elektriciteitsnet kan de groei van deze laadpalen niet de baas. En daardoor zullen deze laadpalen niet de snelle laadservice kunnen leveren die de technologie belooft en die de bestuurders van elektrische voertuigen nodig hebben. Gebruikers van dergelijke sites zullen dit voelen in te trage laadsessies en weinig gevulde batterijen aan het einde van de dag. Bedrijven en beheerders van openbare sites die hieraan willen tegemoetkomen, zullen geconfronteerd worden met hoge netaansluitingskosten en energiekosten en zullen worst case zelfs gedwongen worden uit te wijken of de situatie te aanvaarden. Daarom heeft Vito laadplanningssoftware ontwikkeld. Deze software houdt rekening met de gevraagde hoeveelheid rijautonomie, het verloop van de energieprijzen gedurende de dag, de netkosten en lokale omstandigheden zoals verwachte PV-productie, verwachte gebouwconsumptie en de eventuele beschikbaarheid van een lokale batterij. Met deze elementen en met behulp van mathematische optimalisatie leggen wij een complexe puzzel die toelaat om binnen de huidige netaansluiting een maximale hoeveelheid rijautonomie te leveren aan de zo laagst mogelijke kost. Dit laat toe om tot €75 per charging point per maand te besparen. Onze slogan is dan ook niet voor niets: drive more, pay less. Met deze software leveren wij de smart in smart charging aan laadpaalbedrijven, elektrische hardwarebedrijven, installateurs en integratoren. Omwille van de grote vraag naar deze software schaalt Vito dit product momenteel op met behulp van Charge42, een spin-off venture. Indien u als potentiële klant of investeerder interesse hebt om meer over dit product te weten te komen, dan kan u mij steeds bereiken op de contactgegevens achteraan dit filmpje en dan zien of horen wij elkaar hopelijk zeer snel. Tot dan!